Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 69. Werken met Image Sequences. Want ja, jij hebt op die knop render gedrukt en wat je nu meer ziet is een map vol met een heleboel plaatjes. Maar, maar leuk die plaatjes, want jij wil een video zien en snel ook. Dat kan op meerdere manieren. In deze video laat ik het je zien. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting. Plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje. Maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Yes, image sequence dus 1 frame is 1 Plaatje. En als jij hebt gerenderd en goed hebt gekeken naar de video's van uh, Render in Cycles en Eevee, dan weet je hoe, dat, uh, hoe je dat doet. Dus als je dat nog niet hebt gekeken, op een of andere manier kijk vooral die video's. Maar je krijgt dus een heleboel plaatjes in één map. Eén frame, één plaatje. En de 3D-animatie van het tekening van mijn zoontje Chris bestaat uit ruim 7300 frames. Dus dat zijn een heleboel allemaal plaatjes in één map. Zou dus je denken, hoezo? superhandig? Super handig. Al die losse plaatjes zijn nog helemaal niet handig. Nou, weet je wat super handig is? Als een render vastloopt, ben je niet alles kwijt. Je heb je ook gezien in de vorige video's dat in Blender kun je gelijk instellen dat hij rendert na een video. Maar als Blender dan eh, na al die uren renderen crasht, dan heb je kans dat je een corrupt video file hebt. En dat is heel zonde van je tijd. Um, en als die crasht tijdens het renderen van een image sequence, dan kun je gewoon weer verder waar die is gebleven. Dat is dus super handig. Nou, en als je rendert via Sheepit, um, Kijk ook vooral de video over Sheepit, een online renderen. Gaat, super handig, dan eh, krijg je ook een image sequence. Dus uh, ja, dat is super handig. Maar het zijn er wel heel erg veel. Maar kan jouw video editor image sequences importeren? Want dan heb je zo'n map vol met een heleboel plaatjes. En hoe krijg je daar zo snel mogelijk een video van? Um, ik laat je zien in Premiere HitFilm Resolve Blender. Um, maar er zijn ook andere editors. Zoals bijvoorbeeld: dit is het logo van Effort, geloof ik. En Sony Vegas. Nou, er zijn er een heleboel. Dus je check vooral of jouw video editor, die je wil gaan gebruiken om je video daadwerkelijk af te maken. Een beetje editen, muziek, geluid, kluckreks en zo. Zo'n image sequence kan importeren. Aan uh, genoeg gepraat, ik laat het je zien. Nou in Blender zelf kun je ook al die plaatjes samenvoegen tot een video en bekijken. Ik laat het je heel snel even zien. Ik heb hier uh, die tijdlijn hieronder en ik ga je eventjes rechtermuisknop muisknop en dan vertical. nee, rechtermuisknop muisknop dat wel, maar dan een horizontal split en dan maak ik van hier een video sequencer. En dat is eigenlijk zeg maar de ingebouwde video editor van Blender zelf. Want reken maar dat die open movies van de Blender Studio zijn gemaakt in Blender. Maar dat ze niet zomaar een random video editor gebruiken om dan de video te gaan editen. Zoals Premiere of Resolve of Hitfilm of iets anders. Want het zijn puristen. Ze willen bij Blender blijven. Dus hier kun jij dus ook een complete film editen. Nou, um, ik zelf kies daar niet voor. Um, ik vind het uh, wat minder handig en gebruik liever gewoon een echte video editor. Maar ik laat je even zien. Hier kan bij Add, zeg je hier Image en, of Image Sequence. En dan ga ik eens even op zoek naar waar ik hem heb staan. Daar heb ik hem staan. Daar, hier. En dit zijn alle plaatjes van uh, de tekening die ik in 3D heb gezet van mijn Zoontje Chris. Hier start frame, end frame. En het uh, laatste frame is, even kijken, wat was het ook alweer? En in dit geval 7. 350, dus endframe 7350, of je kan ook gewoon op a drukken, dan heb je hetzelfde en dan doe je add image strip en dan komt hij hier dus als een enorme strip, zeg maar als video hierin te staan. En op dit moment staat hij op channel 1, dat kan je eigenlijk zien als je eerste eh, laag in je video-editor. Nou, hieronder vind je natuurlijk ook je e eindframe, dus zeg ik ook 7350, enter, en daardoor <coughs> kun je ook zien. Dat je de, nou ja, de in- en uitpunt moet je dus even uh, goed zetten. Nou, deze animatie heb ik gerenderd in 50 frames per seconde. Dus ook bij de output, uh, hier zo, moet ik ook even de frame rate veranderen van 24 waar die standaard op staat naar 50 frames per seconde. Want anders speelt die heel erg wazig af. Maar je hebt het over afspelen. ik kan op afspelen drukken, maar je ziet helemaal niks. Hier heb je de 3D viewport, hier dus die image-tip, hier de tijdlijn. Maar waar zie je het? Nou, dat kan je hier. Naast hier zo vind je een sequencer preview of sequencer en preview. En als ik hierop klik, dan krijg ik hier de sequencer en hier dus een preview van je video. Nou, zet je hem aan het begin en dan druk je op play en dan probeert Blender dat af te spelen. Maar dat gaat niet heel erg soepel gemiddeld met een frame van 8 per seconde. Het staat ook in rood. de naam en geeft blender aan. Dit is niet de afspeelheid, afspeelsnelheid, zoals het zou moeten zijn. En er komt ook. Kijk, als ik hier eventjes uh, één keer klik, uh, nee, eventjes naar boven gaan. Dat is beter plan. Hm, Rechte muisknop, uh, eigenschappen. Um, al die plaatjes bij elkaar is 39 gigabyte. 39 gigabyte. Super veel. Kijk, een video uh, is veel minder data dan al die complete plaatjes. Alles bij elkaar. Dus hij probeert eigenlijk um, 40 gigabyte zo snel mogelijk af te spelen. En dat vindt hij een beetje moeilijk. En uh, kijk, in het begin lukt het nu wel, omdat hij is gebufferd. Maar halverwege nou, gaat dat niet. Hier bij playback van de tijdlijn staat hij op play every frame. Je kan ook zeggen frame dropping. En dan kun je hem afspelen. En dan speelt hij dat uh, dus af. En dan gaat hij dus op het moment dat hij merkt: van ah, ik kan deze frame even niet snel genoeg afspelen, dan zal hij hem dus skippen. Dus wat je ziet hier is de daadwerkelijke tempo van de film, zoals die zou moeten zijn. Maar een beetje hokkerig en stotig is. Dus en dat zie je ook terug in de frames per second. omdat hij dus die frames gaat afspelen. Droppen. Nou, dat kun je ook uh, anders doen. Uh, als je deze selecteert bij N, dan heb je hier uh, proxies en dan moet je proxies instellen. En dat die uh, Blender ik moet eerst die proxies maken en dan kun je dus die proxies gebruiken om deze video in Blender dus wel uh, snel af te spelen. Maar hé, hey, dat is meer voor een volgende keer. Nou, Stel je voor je wil van deze strip, dus eigenlijk deze image sequence, een daadwerkelijke video maken. Dat kun je doen. Hier kun je gewoon uh, de resolutie zeg maar, instellen. Je ziet hier ook het uh, kader veranderen. 1920 bij 1080 in mijn geval. 50 frames per seconde. Uh, in begin en eindframe klopt. Dan kun je hier bij output kiezen van uh, waar wil je het? En dan zeg ik hier uh, Final uh, Video, Enter. En doe ik hier Accept. En in plaats van die PNG, want anders zou ik een image sequence maken van een image sequence. Dat is een beetje stupid. Dat kies ik nu wel voor FFm per video. Dus ik ga er nu wel een video van maken. En dat uh, gaat uh, meestal wel goed. Um, de color management en coding en de rest van de dingen staat allemaal wel prima. Dan druk je gewoon op render en dan druk je op render uh, animation. En dan gaat hij dus daar een video van maken. En hier is de video. Want Blender is klaar. En deze video speelt natuurlijk zonder hord of stoten af. Gewoon vloeiend, want het is een uh, video. Niet meer 36 GB aan plaatjes. Maar gewoon uh, het is het, uh, 50 MB hartstikke prima. En deze video kan je dan gebruiken om nog even te editen. Een beetje kleurcorrectie, uh, geluid natuurlijk erbij, aftiteling, tekst, uh, wat soort uh, dingetjes. Dus uh, ja, gerenderd en klaar. Alright, als eerste maar eens eventjes Premiere Pro. Ja, en ik weet het. Premiere Pro is, zeker weten, niet gratis. Absoluut. Natuurlijk zijn er studentenkortingen. En ik kan het wel gratis gebruiken. Omdat ik bij Talens Beroepscollege werk bij landsteden. Krijg ik het gratis. Dus ik gebruik best wel wat. Steeds meer Adobe producten. Maar er zijn ongelooflijk veel hartstikke goede alternatieven. Beetje betaald of een beetje gratis. En de beste is. De, van, uh, als je echt professioneel met video editen mee bezig wil en er geen cent voor wil betalen, ga dan naar DaVinci Resolve. Die laat ik je straks zien, maar eerst even gewoon oldschool Premiere Pro. Je doet hier rechtermuisknop, je hebt je bin en dan zeg je gewoon uh, import. En dan ga je op zoek naar de map waar die tekeningen allemaal uh, de, waar de, al die plaatjes staan. En dan doe je hier bij de eerste klikken. En wat er dan gebeurt, en dat is wel uh, grappig: hij herkent automatisch van hé, hey, dit zijn allemaal plaatjes. Ze hebben, zitten in één map en ze hebben allemaal een op één volgend nummertje. En Premiere Pro, die herkent dat automatisch als een image sequence. Dat is wel, uh, wel handig zeg maar en doe je gewoon open en dan komt hij hier gewoon als een video in je project te staan, dubbelklik. En dan kun je hem dus in je source monitor bekijken. En uh, kijk eens aan. En eens even kijken. Hij speelt ook nog best wel heel erg vloeiend af. Dus die 40 gig aan data is geen probleem voor Premiere om dat gewoon soepel af te spelen. En deze kun je dan in je tijdlijn slepen. En hoppakee, dan en staat hij hier als clip in. En dan kun je dus aan de gang met knippen, een beetje kleur bewerken, geluid en titeltje en wat ook wat je allemaal nog meer wilt doen. Maar dat is voor het volgende deel. Wat je wel nog eventjes goed moet checken is het aantal frames per seconde. Konden, want in Blender hebben we dat ingesteld op 50 frames per seconde. Zo hebben we hem gerenderd. En uh, hoef jij niet te doen hoor, want het scheelt je werkelijk de helft aan rendertijd. 25 frames per seconde is ook dikke prima. Ik dacht gewoon, ik doe gewoon lekker 50. Maar het probleem is, dan speelt hij dit wel echt maar te langzaam af. Je kan hier naar rechter muisklik op de sequence. En dan vind je hier sequence settings. En dan vind je hier... Dat de timebase staat nu op 25 frames per seconde, maar je kan hem ook op 50 frames per seconde zetten. En doe je oké, okay. en dan uh, op oké, en dan speelt hij dus op de juiste. Spelen ze af. Op de juiste snelheid af. Dus goed om dat te checken: dat je frames per seconde voor je afspeelsnelheid goed hebt staan. En denk er ook eventjes na over, goed over na als je je film gaat exporteren. Nou, die film exporteren hoeft natuurlijk niet per se op 50 frames per seconde. Dan kan je ook gewoon op 25 frames per seconde doen. Maar wat nou het toffe is: als je bewijzen van een project hebt. Die heb je gerenderd met 50 frames per seconde. En je gaat hem editen in 25 frames per seconde. Ah, dat kan ik wel even laten zien trouwens. Rechte muisknop, sequence settings. En ik zet hem hier weer even gewoon op uh, 25 frames per seconde. Oké, okay. dat betekent dus dat hij eigenlijk twee keer te langzaam... Uh, als, hij speelt gewoon te, twee keer te langzaam af. Maar wat je kan doen is, rechtermuisknop. dan doe ik hier speed duration. Dan zet ik hem niet op 100, maar op 200. En dan zeg ik dus: deze clip moet je gewoon twee keer zo snel afspelen. Dus deze video is nu 25 frames per seconde. Maar deze clip heb ik nu gewoon eh, twee keer versneld. Dus dan heft dat het eigenlijk elkaar op. Dus dan hoef je niet per se op 50 frames per seconde te zetten, maar gewoon op 25. Maar dan doe je hem gewoon twee keer versnellen. En dan krijg je hetzelfde effect. En wat is daar nou het voordeel van? Dan stel je voor: je hebt hier een heel klein stukje. En die wil je bij wijze van heel erg gaan uh, vertragen. Speed duration 50 of zo, twee keer wil vertragen. Dat kan, want het tof is dat hij wel die informatie in die frames, die, die heeft hij die wel. Dus dat is een klein en handig simpel trucje in Premiere. Maar ik loop alweer op de zaken vooruit, want over editen, daar gaan we in deels even filmpje 70 eventjes iets meer over kijken. Op deze manier dus een image sequence importeren in Premiere. Oké, okay, een image sequence in DaVinci Resolve. Hoe doe je dat? Ik ga het je zo laten zien. Maar hey, ken je DaVinci Resolve nog niet? Het is echt een super uitgebreid, super mega geavanceerde. Hiepe de piep. Professionele video editor. Niet alleen video editen, maar ook kleurcorrectie is DaVinci Resolve. Daar staat het echt bekend om, super goed in. Verleid alles met audio en met fusion kun je al notes en lijntjes aan elkaar koppelen en daar graphics en uh, super vette video effecten mee doen. En het toffe is, de gratis versie is echt helemaal uh, gratis en heeft heel erg weinig beperkingen. Er zit echt meer dan genoeg in voor alles wat jij zou willen kunnen bedenken, wat je nodig zou hebben in een video editor. Of je kan het gewoon kopen. 300 dollar valt eigenlijk nogal mee, want het is geen abonnement of zo. Gewoon één keer betalen en je hebt een volledige studio versie. Uh, ja, super vet. Dus dit is Resolve. Meer info over Resolve op mijn website maak iets media.nl uiteraard. Maar hoe gooi je daar dan een image sequence in? Ik ga het je even laten zien. Je hebt hier alle plaatjes gewoon in de map van Verkenner staan met ctrl-a Selecteer je ze allemaal en links klik en sleep gooi je ze in de tijdlijn. Tadaa. En heb je de plaatjes als een videoclip in je tijdlijn staan. En ja, moet je kijken, het spoelt, het, spoelt het speelt ook nog eens eventjes super flexibel af. In Blender was het allemaal horter en stoterig. Zou je aan de slag moeten gaan met proxies, is nog allemaal ingewikkeld. Maar niet nodig, want in Resolve, ik weet niet wat voor een systeem hierachter zit. Maar de playback is echt super smooth. Bedenk dat hij dus 40 gig aan data een beetje moet bufferen om het te kunnen, als een video te kunnen afspelen. Blijkbaar is dat geen probleem en gaat het super heh, smooth. Hartstikke fijn. Wat nog wel zo is, het gaat twee k Keer te langzaam. Want weet je nog? In Blender had ik het gerend als 50 frames per seconde. En ik herhaal, dat hoef jij niet te doen. Hè. Ik doe gewoon 25 frames per seconde. Dat scheelt je de helft aan je rendertijd. Maar goed, ik kon het niet laten en ik heb gewoon 50 frames per seconde gedaan. Nou, en hier, uh, daar helemaal rechts onderin, vind je hier het uh, tandwieltje. En als je daarop klikt, dan krijg je hier het uh, schermpje met alle settings van je hele project en zo en hier vind je playback frame rate en die moet ik dus in mijn geval uh, standaard staat hij op 25 maar ik moet hem natuurlijk op 50 zetten en druk ik op uh, save en dan zal die dus uh, met de correcte snelheid uh, afspelen en ook als je de film gaat uh, opslaan let er eventjes goed op dat je dus de juiste frame rate gebruikt voor je video Image uh, sequence importeren in Hitfilm. Hitfilm is uh, ook gratis, je kan er ook zeker voor betalen. Maar de gratis versie is ook best wel oké. Okay. Het is wat minder uitgebreid en daarmee ook minder ingewikkeld dan bijvoorbeeld Adobe Premiere Pro of DaVinci Resolve. Dus uh, ik heb het veel gebruikt tegenwoordig, iets minder, maar uh, ik gebruik het ook wel op school. Want uh, het is eigenlijk best wel een toffe video-edit, omdat hij, wat ik zeg, het is gewoon wat toegankelijker, wat eenvoudiger. Dus uh, ja, ook een goede aanrader. Rechte muisknop en doe je bijvoorbeeld import, import media, en dan ga je op zoek naar die uh, image sequence map. En als ik er eentje aanklik, zo, dan zegt hij: It looks like some of the files to import are from image sequences. Met andere woorden, hé, het lijkt op een image sequence. En dan zeg jij tegen het film, Het, 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 het is een image sequence en zeg je import image se import sequence video's en dan voila heeft hij hier dus de uh, sequence geïmporteerd maar je ziet he, hij speelt best wel stotterig af bij premiere pro ging het smooth bij davinci ging het smooth en bij blender niet en bij hitfilm eigenlijk ook niet dus dat is wel een dingetje je kan ook hier weer uh, volgens mij um, wel, uh, create proxy van uh, maken. En een proxy, dan, dan, dan rendert hij eigenlijk een hele lage kwaliteit plaatje, zeg maar, naar een tijdelijke map of zo. En die gebruikt hij dan om het smooth af te spelen. Nou, en um, ook hier weer moet je goed kijken dat je het aantal frames per seconde goed instelt. Maar, hey, HitFilm Image Sequence importeren. Oké, okay, image sequences in Blender, in Premiere en in Resolve. Nou, hartstikke top, ik heb het nu laten zien, maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere video editors die ook gewoon een image sequence kunnen importeren. En het werkt vast wel op een vergelijkbare manier. Maar wat nou als je helemaal geen zin hebt om helemaal een video editor te openen, maar gewoon eventjes snel wil zien hoe al die plaatjes eruit zien. Als een video, dan kun je er ook gewoon een klein tooltje voor gebruiken, Het heet DGV. DJV. En die kun je downloaden via deze website en uh, uh, deze link. En die link zal ik hieronder in de beschrijving bij YouTube zetten. En natuurlijk ook een knop op mijn website. En dan kom je daar dus. En druk je gewoon op download. En dan kun je hier jouw versie downloaden. En dan krijg je dit, uh, dit programmaatje. Maak hem even vol scherm. En dan kun je hier bij File. En dan zeg je hier uh, open. En dan moet ik eens even kijken. Daar. Dit is de map met alle image sequences. En dan druk ik op die. En dan druk ik op open. En dan heb ik hier dus de video. En dan kan ik op afspelen drukken. En dan kan ik dus ook. De video bekijken. Het is geen video-editor dat je het kan knippen en plakken en effecten aan kan toevoegen. Maar het is, speelt het wel redelijk snel af. Ik zeg redelijk ietsje minder snel als in Resolve of uh, Premiere. Maar het is wel grappig. Je kan ook heel makkelijk in- en uitzoomen om wijze van even goed te bekijken hoe een detail eruit ziet. Want um, je kan gewoon draaien aan je scrollwiel. In- en uitzoomen. En je scrollwiel ingedrukt houden. En je muis bewegen. Kun je hem dus een beetje pannen. Links rechts, boven en beneden. Um, wel op zich best wel een sleek uh, interface met uh, subtiele knopjes her en der. Je kan uh, bijvoorbeeld nog een beetje een kleurtje eruit pakken, een color picker zit erin, um, nog wat andere toeltjes. Dus, uh, een klein licht programmaatje om heel snel, dus eventjes te kijken hoe al die plaatjes eruit zien als een video. Nou Hieronder is hij ze een beetje aan het uh, bufferen om het allemaal realtime te kunnen laten zien, maar over het algemeen. Dikke prima. Hier kan je ook frames per seconde instellen. Dus je kan je zeggen nou, je moet op 50. Prima. En nu speelt hij dus op 50 frames per seconde af. Dus uh, ja, aanrader. Hey, um, op deze manier kan je dus werken met. Image sequences. Nou, maar voordat ik uh, deze video afsluit, nog één erg handige truc. Want heel erg belangrijk bij die image sequences is dat de uh, bestandsnaam klopt en dat het alles in de goede volgorde zit. Nou, als je gaat renderen in Blender, gaat het automatisch. Maar misschien heb je ergens oorspronkelijk iets doms gedaan en de bestandsnaam aangepast op een plaatje verplaatst of weet ik voor wat. Dan heb je echt wel een groot probleem. Want of de video klopt niet meer of die video editing software's die kunnen helemaal niet meer detecteren dat het een sequence is. En dan zit je dus met een Map vol met plaatjes waar je niks meer, meer aan hebt. Nou, uh, één voor één al die bestandsnamen gaan veranderen. Dat is wel heel erg veel werk. Dan ben je wel heel erg lang bezig. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Nou, ik heb hier even een andere animatie. Uh, uh, image sequence eventjes gepakt. Het is een animatie van. Maak iets media logo omdat ik niet wil prutsen met het andere bestand. <laughs> Wat je kan doen, is uh, bij A. Ik doe het even uh, op en de A. A is alles selecteren in Blender. De. In Windows, Ctrl A. En op uh, Mac waarschijnlijk, Command A ofzo. Command A. Zo, even goed. Dat je zorgt dat je alles geselecteerd hebt. En dan druk je op uh, naam wijzigen. En dan doe je ergens gewoon één keer de naam wijzigen. En dan noem je dat bijvoorbeeld. Uh, ik noem het even logo ofzo. Logo. Dan druk je op Enter. En hoppakee. Tadaa. Wat je nu ziet is dat alle plaatjes in de naam logo hebben meegekregen. Maar dat hij zelf daar een nummertje achter heeft gezet. 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Nou, let wel. Die heeft hij erachter gezet op de volgorde zoals jij hem, zeg maar, gesorteerd had. Voordat je hem alles ging selecteren. En ergens maar één naampje ging veranderen. Nou, hoe dan ook. Je snapt het idee. Um, verander ergens. Selecteer alles. Verander ergens één keer de naam. En hij plakte zelf. Rup, overal de nummertjes achter. En dat. Uh, <laughs> Als je in de problemen zit, kan deze truc jou natuurlijk ontzettend uit de brand helpen. Goed, dat was het voor deze video. En dat was het ook voor deel 6, je animatie renderen en opnaden. Het laatste deel van deze Mega Blender Training serie. Je video, je animatie afmaken. Uh, we gaan het hebben over een beetje editen, kleurcorrectie en natuurlijk uh, muziek en geluid. En daar heb ik ook echt twee hele vette tools voor die je echt niet mag missen. En dan ben je klaar. En dan uh, kan jij jouw animatie delen met de hele wereld. En dan gaan we weer beginnen met de nieuwe, want er valt nog zoveel meer te leren. Ik zie je in de Volgende video en het volgende deel. Maak iets.